Hallo mensen, vandaag ben ik weer met een nieuwe video. Vandaag een nieuwe GTA 5 glitch. Jullie, deze glitch is voor singleplayer. En deze glitch laat ik jullie zien. Het is niet echt een glitch meer, een soort van mod of zo. Je moet dat op de computer doen. En deze mod of glitch laat ik jullie zien hoe je heel veel geld in singleplayer in GTA krijgt. Zoals je nu ziet heb ik met Franklin bijna 2 miljard. En ja, dat ga ik dus jullie even laten zien hoe je dat doet. En ik heb ook met allemaal poppetjes heb ik alle best ability en heb ik ook 2 miljard. Dus als ik nu bijvoorbeeld naar Franklin switch, zou je het zo ook zien dat ik bijna tegen de 2 miljard aan heb. En dan laat ik jullie even zien hoe je dat moet doen. En voor deze mod of glitch heb je een paar dingen nodig. Ik weet niet of het op PlayStation werkt, maar deze werkt sowieso voor Xbox. Voor PlayStation moet je misschien even op YouTube kijken. Maar ja, voor Xbox heb je dus een paar dingen nodig. Dat is één, dat is een USB van ongeveer 1 gigabyte denk ik. Ik heb bijna 2 gigabyte, dus dat is dus goed. En je hebt ook een computer nodig en ja, zorgen dat je mijn video kan kijken, anders dan weet je natuurlijk niet wat je moet doen. En laat ook in de reacties achter welke video je de volgende keer wilt, want dan weet ik dat. Want iemand vroeg maar aan mij hoe je dit doet, hoeveel geld de singleplayer krijgt. En ja, zoals je ziet heb ik ook bijna 2 miljard. En dat gaan we even laten zien. Dus deze wat je moet doen, is je moet even zorgen dat je in je singleplayer game gaat. En dan moet je zorgen dat je even je game opslaat. Dus ga je bijvoorbeeld met Franklin of met Michael of met Trevor, klik je gewoon een pijltje omhoog, quick save en doe je gewoon opslaan. Zorg gewoon dat je je game opslaat en zie je rechts onder zo'n bak, ja, zo'n ronddraaid ding, zie je als dat klaar is met laden wat je dan doet, klik op de home knop en je gaat naar rechts en je gaat naar system settings. Als je hem op Nederlands staat is het waarschijnlijk systeem instellingen, maar in ieder geval naar de system settings als je hem op Engels hebt. En wat je dan moet doen is je zorgen dat je nu je USB in de Xbox doet. Ik kan hem gewoon voor mijn Xbox doen. Zorg dat je hem hebt geformateerd. Als je niet weet wat dat is, gewoon je hele USB leegmaken. En dan stop je hem dus in je Xbox. Want als je al dingen op deze USB hebt gezet, wordt het er waarschijnlijk afgehaald als je hem in je Xbox doet. Of als je dat dan configureert wat je zo moet doen, gaat het er waarschijnlijk af. Daarom kan je beter de bestanden die al op de USB zetten, kan je beter even op de computer zetten voor backup. Maar ja, dus wat je dus moet doen is als je USB in de Xbox hebt gedaan, dan moet je zorgen dat je naar storage gaat en dan naar USB storage device en dan klik je op A, dan configure now en dan yes, dat je alle content, dus alle dingen die al op de USB staan, dat het er vanaf gaat. En ja, want je moet hem zeg maar voor de Xbox 360 compatible maken, want anders werkt het niet. En ja, dus dat gaan we even doen. Het duurt waarschijnlijk niet zo heel lang, want het ligt eraan hoe groot de USB je hebt. Als je een hele grote USB hebt, bijvoorbeeld van 64 gigabyte, dan bedoel ik niet de grootte van het ding, maar de capaciteit. En de mijne is 1,9 gigabyte, dus ja. En nou, hoe meer gigabyte je hebt, hoe langer het duurt. Maar als je dus deze melding krijgt, of ja, maakt niet uit, klik je gewoon op A. En dan wacht je even en zie je dat je nu een memory unit hebt. Er staat 1,3, maar dat maakt niet uit. Het als maar genoeg is voor je game save. Je moet trouwens straks ook een paar dingetjes downloaden op je computer. Dat zal ik straks even laten zien. Dan switch ik zo even naar mijn computer als ik daar aan toe ben. Maar ja, als je dus nu je memory unit of USB hebt geconfigureerd, wat je dus doet, dus je klikt op je hard drive. Je gaat naar games en apps en je scrollt naar beneden totdat je GTA ziet. Gewoon, ja. GTA 5, hier, je ziet hem. En wat je dus doet, is je zorgt dat je game aanklikt die je net hebt opgeslagen. Dus niet je autosave, maar je game die je net hebt opgeslagen. Nou, ik had de mijne net opgeslagen om 6:15. En dat is dus, nu is het 10 voor. Oké, ja, ik had 6:15 opgeslagen, dat is net dus. En nu is het een paar minuten later, dus weet ik dus dat het dit bestand is. En wat ik dus doe is als je hem dus hebt hier op staan, klik je op A en dan klik je daarna op move en dan of copy wat je wil. Ik doe move voor de zekerheid en dan klik ik op de memory unit en dan zorg je dat je het bestand gaat verplaatsen naar USB. Wat je dan doet is klik een paar keer op B en dan ga je naar memory unit, games en apps, GTA. Check je even of die er staat. En als die er staat, wat je dan moet doen, dus je haalt dan die USB eruit. En ja, je kan nog even bij de system settings blijven. Maar wat je dan dus doet, dus je haalt dus nu USB eruit. En dan moet je dus op de computer. Dus ja, tot zo op de computer.
Hallo mensen, en daar ben ik op de computer. Als je je computer hebt opgestart en je USB uit de Xbox hebt gehaald, wat je dan doet, doet je USB in je computer. Dus wat ik stop maar in mijn computer. En dan zie je hier dat verwisselbare schijf en dan zie je hier USB. En als je eentje terug gaat, zie je dat die helemaal vol is. Dit is eigenlijk niet zo, dus maak je geen zorgen dat die helemaal vol is. Dus ja. Als je dus je USB in je computer hebt gedaan, wat je doet is je zorgt dat je twee programma's downloadt. De ene is Horizon en de andere is GTA 5 Save Game Editor. Ik heb hier de links, dus ik zal even in de beschrijving de link zetten van deze downloads. Eerst is deze download. En dit is de officiële site en dan kan je hem dus downloaden. Maar deze site geeft een virus, maar het is het echt niet. Je kan het... kan het scannen of zo, maar het is echt geen virus, want ik heb hem ook van deze site en dit is de officiële site. En de reden hoezo hij het blokt is omdat dit programma is eigenlijk, ja, dus niet, het is wel legaal, want je kan downloaden, alleen niet echt, ja, legit. Grand Theft Auto 5 Editor zit trouwens ook in, maar we gebruiken een ander programma omdat dat iets beter is. Maar als je dus de Horizon hebt gedownload, Horizon MB. Nog wat. En je kan het trouwens ook zo doen. Horizon download. Alleen op die MB-site is wel de nieuwste versie. Dus dat je dat weet. En ja. En als je dat Horizon hebt gedownload en geïnstalleerd hebt, dat heb ik hier ook. Zorg dan dat je naar deze site gaat. En dat is de GTA 5 Save Game Editor. Moet je even dit overtypen. 175 zie je nu al. En dan download die ook de Save Game Editor. En ja, ik zal deze twee links even in de beschrijving zetten, dus dat je dat weet. En ja, kijk, dus deze was er ook nog. En die zal ik even in de beschrijving zetten. En ja, als je dus deze twee programma's hebt, eentje heb ik geïnstalleerd en eentje die download je gewoon. En als je dat dan hebt, wat je dan doet, is je klikt dubbelklik op Horizon, of Horizon, hoe je het ook wil noemen. En dat en het programma open je, want daarmee kan je je USB openen. Dat, met de bestanden die erin zitten, zoals mijn save game. Zoals je nu ziet gaat het dus starten. En ja, even kijken of hij nog bezig is. Ja, maar zoals je nu ziet gaat hij dus starten. En dan zie je game dingen. Je kan je aanmelden als je wil, maar ja, als je dus Horizon hebt opgestart, wat je ziet, je kan hem groter maken, maar dat doe ik niet. En dan zie je rest je Device Explorer en dan zie je flash drive. Als je niet je device ziet hier, dan ligt het aan dat je misschien je dingen verkeerd hebt aangesloten. Of als je hem niet hebt, niet als administrator hebt gedaan of niet goed gedaan hebt op de Xbox. Maar als je hem hier wel ziet, wat je dus doet, is je klikt op games op dat pijltje. GTA 5, op dat pijltje. En dan zie je hier save game. Je kan dus hier klikken op mod en dan zie je mod this package en dan kan je hier alles doen. Zo heb ik het eerst gedaan. Maar ja, dit kan je dus allemaal doen, alleen je kan beter, wat je dus meer kan doen. Wel, hier kan je allemaal dingen veranderen, maar wat je beter kan doen, dus je dit niet gebruiken. En gewoon deze dus op je bureaublad zetten. Dus dan sleep je dat gewoon, en wat je dan doet, je klikt op een manager. En dan zie je dat die hier dus, hier staat, die save game. En je kan er een backup van maken, doe bijvoorbeeld een nieuwe map maken. Oude GTA 5. Save GTA 6, nee, GTA 5 save, en dan maak je even een kopie van die oude, gewoon om zeker te weten dat je dan alles nog hebt. Als het misschien fout gaat, heb je altijd nog je eigen, je reserve. Maar ja, als je dus die save game van je USB op je bureaublad hebt gezet, wat je dus doet is je opent dan de GTA 5 save game editor, gewoon dubbelklik erop. Staat hier ook dat voor PlayStation werkt, alleen moet je gewoon zorgen dat je je save game op je computer krijgt en dat je dan werkt. Wat je dus doet is je opent, je klikt dubbelklik op die save game editor en je wacht even tot die gaat laden. Hoop ik wel dat hij doet. Ja, duurt even voordat hij aan het opstarten is. Voordat hij opgestart is. En ja, als je dus hier dat programmaatje open hebt, wat je dus doet, is je klikt hier linksboven op open file. Misschien is dat je hier ook op open device kan klikken, alleen ja, dan staat er meestal zo'n error. Maar ja, daarom kan je het beter op bureaublad zetten. En wat je dan doet is je klikt open file.
En die zorgt dus dat je je save game aanklikt van je GTA, dat is SGTA 50.000, en die open je. En ja, ik hoef geen backup, want die heb ik al. En dan laat hij even alle dingen. Pom, pom, pom. Ik weet niet hoe lang het duurt om dat te laden, maar meestal duurt het even. En dan zie je hier dat je al die dingen kan veranderen. Je kan je garage veranderen. En ja, je kan dus veel meer wat je net zag dan dat je net zag. En ja, wat je dus doet, is je klikt dus je poppetje aan en je klikt op max. Dan kan je eerst veranderen naar 0. Dan klik je op max en dan zie je dat je al het geld hebt. 0. Max. Nou, je ziet dus nu dat ik genoeg geld heb, max. En dat wordt waarschijnlijk omgerekend naar 2 miljard. Maar ja, je klikt gewoon op max. En ja, dat betekent dat het dus werkt. En hier kan je je body armor of zo aanpakken. Of al die aanpassen of al die armor dingen. Of je dat vol wil of zo. En ja, je kan wel doen. Dit is God mode, dus als je nooit dood wil. Dit is of je altijd wanted level hebt. En dit is, dus weet ik niet zeker. Dit is voor mij een garage. Maar dan gaat hij even je garage van Michael gaat hij even laden. Dan kan je ook allemaal veranderen als je dat wil. Maar als je dus heel veel geld wil, klik je dus hier je poppetje en dan max. En dan klik je het andere poppetje. Hier ook max. En dan bij Trevor ook hier max. En dan kan je ook nog je skill en alles, doe je max. Nee, alles. Max. Of ik klik gewoon op dit knopje, dat betekent dat je alle dingen max hebt. Even bij elk poppetje. Max. Max. En jij kan hier nog alles aanpassen, waar je staat, hoe laat is en al die andere dingen. Dus ja. Als je dus dan nu je poppetje hebt gedaan, dan betekent dus dat je nu heel veel geld hebt. En je kan ook nog zorgen dat je... met die wapens of sky kan je nog wel doen, firework, launcher. Kan je allemaal, heel veel ammo kan je erbij doen als je dat wil. Maar ja, als je dus je poppetje hebt gedaan, kan je je status er nog aanpassen. En, dit is allemaal goed, denk ik. Nee, general, crimes, dingen. Dan kan je je status er nog aanpassen van je poppetje. En ja, je kan ook nog je garage aanpassen. Hier kies je bijvoorbeeld de auto die je in je garage wilt. En dan bijvoorbeeld de Centorno of de Adder, waar is Adder? Adder, en dan kan je kiezen welke kleur en alles je wil, maar dat hoef ik niet, dus ja. En dan kan je ook doen met die garage, dan kan je alles veranderen. En je kan ook zorgen bij missions dat je alles 100% volgens mij, dat weet ik niet zeker, maar dan kan je dit dus allemaal veranderen. Je kan het allemaal maxen. Dat je alle missies en zo dingen hebt gehaald. Dat kan je ook allemaal doen. Misschien strangers. En ook allemaal missies. En checklist. Of je alles hebt. Dus ja. Zo. Je kan ook naar unlock gaan. Dan kan je flight skill of de collectibles op de map kan je aandoen. En je kan ook zorgen dat de UFO op Mount Chiliad er altijd staat. Of als dat je alle main missie hebt gedaan. Bij explore alles of GTA 5. En unlock all weapons kan je allemaal doen. Vehicle upgrades kan je ook allemaal doen. Of je dat allemaal kan. Ik noem zelfs, ik weet niet wat het is. Maar dan kan je doen dat je dat allemaal kan. En gewoon ook weer denk. En dan kan je dat allemaal hier doen. En bij property kan je ook dingen doen. Dus ja, properties kan je kopen en zo. Eigenlijk niet kopen, maar gewoon gratis. Maar zoals je nu ziet, heb ik gewoon genoeg geld. En ja, je kan ook een vehicle. Ah, een vehicle images en zo hoeft allemaal niet. Maar als je dat dus allemaal hier hebt toegevoegd, hoe je alles wil, je tattoo, bijvoorbeeld phone, blablabla, maakt het allemaal niet uit. Als je dus alles hebt geëdit wat je wil, klik je op save file. Even alles nog checken. Ja, ik denk wel. Dus waarschijnlijk alles is goed. En als je dat dan allemaal hebt gecheckt, dan klik je op save file. Dan zie je save was save successfully. Wat je dan doet, is je klikt op kruisje en je gaat terug naar je horizon. Wat je dan doet, is je klikt rechtermuis op je save game. En je klikt delete en yes. Dan verwijder je je oude save.
Hier heb je waarschijnlijk nog een backup, dus geen zorgen. En ja. En wat ik dan doe is, ik zorg dat ik deze oversleep in mijn... Oh, niet daar. Dat ik deze insleep in mijn... In dit ding hier. En dan zie je dit. En dan kan je gewoon... Ja, hoe raakt dat? Je moet gewoon, zeg maar... Ja, zorgen dat je... Oké, dat kan trouwens ook zo gewoon rechte muisknop inject file en dan SGTA. Zorg dat die gewoon in je USB komt. Skip this step, want hij is al goed. En ja, ik kan het dus ook zo overslepen, maar ik kan het ook zo rechte muisknop doen. En als je ziet die melding van ja, welk profiel gewoon gebruik, gewoon skip this step. Want waarschijnlijk doe je dit met één profiel, dat is Hybrid TD. Voor mij, het kan voor jou wat anders zijn. Maar ja, als je dat dus deze gemodded save game op je USB hebt gezet, wat je dan doet, is klikt op die. Je klikt op kruisje van Horizon. Of Horizon, hoe je het ook uitspreken. Klik je op een pijltje. En dan klik je hier op linkerknop. En dan moet je even uitwerpen. En dan doe je hem daarna weer in je Xbox. En dan zie ik jullie zo weer op de Xbox. Dus ja, tot zo. Hallo mensen, dan ben ik weer op mijn Xbox en als je dus alle bestanden op je USB hebt gezet, gewoon alle gemodde dingen en zo, wat je dus doet, je stopt je USB dus weer in de Xbox. Dat doe ik even. Zo, ik word een beetje schoon. Maar ik stop dus weer even mijn USB in de Xbox en dan ja, zie je dat je USB er weer is. Als je niet weet hoe je hier komt bij storage, dan ga je aan de system setting en dan storage. En dan ja, wat je dan gaat doen is je klikt op memory unit en je klikt op games en apps GTA 5 en dan zie je hier save game. Wat je dus doet is je klikt weer op A en je klikt op move en je zorgt dat je move naar je harde schijf van je Xbox 360. En ja, als je dat hebt gedaan dan zie je hier nu deze en dan kan je nu kan je USB eruit halen als je dat wil. Ik haal hem er even uit dat ik dat wil, omdat mijn save game staat toch al op mijn harde schijf. En ja, dus als je nu als je nu een save game op je harde schijf gezet, wat je doet is je start GTA op en je gaat gewoon wachten tot het GTA is geladen. En ja, even gaan we doen. Als je USB weer voor je computer gebruiken, dan moet je gewoon in de computer doen en dan ga je naar het ding mijn computer en dan recht de muisknop op je USB. Dan formateren en dan ja, ik doe het nu even offscreen formateren, want dat doe ik even. Dan hoef ik dat straks niet meer te doen, want ik wil hem graag gebruiken voor mijn computer en niet voor de Xbox. Dus dat doe ik nu even snel. Maar ja. Dus je laat gewoon GTA opstarten. Want jullie weten waarschijnlijk wel dat GTA opstarten wel een tijdje duurt. Hallo mensen, daar ben ik weer. Als je dus die singleplayer hebt gelaten, dan zie je dus dat je misschien heel raar onder de map spant. Maar wat je doet, je rijdt gewoon naar voren. Zorg gewoon dat je van die map afvalt, dan zou je zo waarschijnlijk wel weer goed spannen in de map. En ja, dat gebeurt nu ook. En als je dus weer in singleplayer bent en je hebt dus dat allemaal gedaan. En wat je dan dus doet, is je gaat gewoon hier ergens staan, dus maakt niet uit. En je klikt gewoon op start en je ziet rechtsboven dat je het nu 2.147.000.000 hebt. En dat heb ik net ingesteld, dus dat betekent dat het heeft gewerkt. En ik heb ook alle abilities. Alleen misschien bij Trevor had ik net misschien niet goed ingesteld. Bij longcapaciteit heb ik het niet allemaal. Maar dan kan je allemaal weer veranderen als je dat wil. En als je kan ook, als je bijvoorbeeld in GTA heb je in die save game editor heb je een hele rare auto. Heel gespastisch in je garage gezet. Als je dan met de singleplayer en de multiplayer glitch. Als je zo'n glitch doet. Dan kan je die auto ook in multiplayer krijgen. Alleen die glitch moet ik nog even uploaden. En laat ook in de reacties achter of je die wilt, ja of nee. Want dan weet ik dat. En misschien is de reden hoe ze ook in deze auto spannen dat ik het misschien net wat heb geklooid in dat programmaatje. Maar ja. Dus het werkt dus nu met Michael en ik had het voor elk poppetje ingesteld. Dus we gaan nu even naar Franklin. Even te checken of het bij hem ook werkt. Denk het wel. Maar het is helemaal niet zo heel moeilijk om dit te doen. En ja. Pom pom. Pom 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 pom. Pom. Nou, als je dus op start klikt, dan zie je dus dat je nu ook weer 2.147.000.000 en dat is dus mooi. En als dat allemaal is gelukt, dan kan je dus nu kopen wat je wil. En ja, dan zeg ik bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren en te liken en zo. En laat ook in de reactie achter welke video je de volgende keer wilt. En ja, doei.